Een doorsnee jongen van rond de 7 jaar die gaat meestal voetballen. Hoe ben jij hierop gekomen? Een aantal jaar geleden fietste mijn vader nog veel en mijn zus. En die fietsten bij WSC de Amstel. En ik ging altijd kijken. En toen zei iemand van WSC de Amstel, ik heb nog wel een leenfiets voor je. En zo ben ik gaan fietsen. En toen was jij al begonnen met fietsen en wanneer kwam je erachter dat je het ook wel aardig goed kon? Nou ja, de eerste jaren hielden het nog dicht bij huis, de wedstrijden, dus in de clubs. Maar die begon ik al redelijk te winnen. En zo is het verder uitgebreid. Toen bleek wel dat ik goed kon fietsen. Enzo Leijnse is inmiddels 4 keer Nederlands kampioen geworden. In september wist hij met zijn ploeg WTC aan de Amstel te winnen. En vorige week wonnen met Tijmen van Loon de teamsprint en de ploegachtervolging. Die week daarvoor was hij individueel succesvol op het onderdeel Omnium. Hij won naar alle 4 onderdelen. Wij vroegen hem hoe ver hij daarvoor trainde. Nou, ik train er wel veel voor, vind ik zelf. Hoeveel uurtjes in de week? Nou, zomaar 7 of tot 10, soms. En is het dan alleen op de baan en op de weg, of is het ook met krachttrainingen? Ja, ik ben, omdat er op de baan is heel explosief, dus ik ben 3 maanden geleden zo'n beetje begonnen met krachttrainen. Ja, ik doe altijd, begin altijd met warm rijden op de rollbank en dan ga ik 25 halingen squats doen met 10 kilo. En dan, ja, dan moet ik op de trap met 6 kilo en dan op en neer, zeg maar. Met 1 been en dat 25 halingen, links en rechts. Dus alle trainingen kan je wel lekker thuis uitvoeren? Nou ja, deze wel, maar als ik ga baanwiel rennen, moet ik toch echt naar Alkmaar of Amsterdam. Of Apeldoorn soms. Nu je nationaal zo domineert, omdat je zoveel wedstrijden wint, zoveel Nederlandse kampioenschappen, ga je ook internationaal wedstrijden rijden? Dat deed ik al. In Denemarken gaan we ieder jaar naartoe in Hemelvaart. En daar rij ik een meerdaagse wedstrijd, over 3 dagen. En dat is een algemeen klassement uiteindelijk. En wie wint, die krijgt een gele trui. Vorig jaar heb ik hem gewonnen en dit jaar was ik 2e, dus het gaat wel goed.